Na Denise naar huis gegaan, toen mocht ik gaan koken. En ik ben nu in de slaapkamer. Ik ben gevraagd om mee te praten op de radio bij NH Radio, NH Nieuws. Goedemorgen, ik heb eigenlijk haast, maar ik bedacht me dat ik de vlog net niet had afgesloten. Dus dat heb ik net gedaan en ik open gelijk een nieuwe vlog. Nu ga ik me snel klaarmaken omdat we naar school moeten en zo. Weer een allercharmant beeldje zo, maar ik zit op de fiets. De boodschappen zijn gedaan. Hi. Ik heb echt zo'n spierpijn. Dat het niet leuk meer is. Echt nog voor vrijdag. En ik moet zeggen dat ik er verder geen last van heb. Alleen zodra ik ga fietsen, denk ik echt: oh, dit is niet te doen, jongens. Ik heb gewoon spieren gebruikt die ik normaal niet gebruik. Ik kom gewoon niet meer vooruit. Echt bizar. En nu tijd om met verzuurde benen wat aan de grote chaos te gaan doen. Ik durf hem niet eens meer te filmen. Heb ik een stukje gedaan. Dat was genoeg, dat was niet vandaag. Maar ik ga wel heel snel wat doen, want dat moet natuurlijk wel zo snel mogelijk de deur allemaal weer uit zijn. Oh, zo fanatiek bezig geweest. Gewoon uit de adem. En ik mag ze wel weer opgehalen. Tijd gaat zo snel. En echt, sorry dat ik zo weinig vlog dan, maar ja, ik heb het gewoon te druk. Even, sorry. Zo, Sarah opgehaald. En Denise had nog wat spullen op school liggen. En die heb ik meegekregen. Lola heeft op dezelfde school gezeten, maar die zit nu op een andere school. Maar dat lag er nog, dus dat hebben we gevraagd en meegekregen. Dus dat ga ik gelijk even langsbrengen. Aangezien mijn huis al zo'n chaos is, vond ik het geen heel goed idee om het weer bij ons te bewaren. Ik ben bij Denise en ik ging alleen even langsbrengen. En Denise is heel druk. Maar ik ben maar gaan zitten. Ik ben in de opruim ontwijkend gedrag. Ik denk dat dat het is. Oh jee. Ja, soms heel belangrijk. Gewoon even niks doen. Ja. Dat moet wel genoeg. Sarah die is helemaal druk met Lola. Lola kreeg nieuwe kleding binnen. En Sarah is tegelijk achteraan gerend toen Lola het allemaal ging passen. Dat is heel interessant, hè? Ja. Dat is echt. Ik ga toch een keertje kijken van ze tie-dye. Ik zag laatst een heel leuk iets bij. Ik weet niet met wat ze deden. Ja, maar je hebt echt heel YouTube staat er vol mee. Ja, weet ik wel. Maar daar is ik, Marcia had daar pas een hele video over gemaakt. Marcia? Moet je maar, Beauty Gloss stond hier volgens mij op. Nee, naar links was je YouTube. Daar hadden ze bij. Beauty Gloss en dan tie-dye. Die had ze recent gemaakt. Die zag ik voorbij komen. Anders is het op vlog gloss. Maar ik dacht Beauty Gloss. Volgens mij, ik zie het niet goed. Ik denk daar, ja, daar denk ik. Anders zou dat een tafel gaan. Ik moet even tie-dye erbij zetten. Want zij heeft duizenden video's. Zo erg. Ik ging het dus gelijk wegbrengen omdat ik zoveel zooi in huis heb. Hele tas vol nieuwe zooi. Speelgoed voor Sarah. Ook iets wat zij had laten liggen. Maar toch meer terug dan weg. Echt. Hoe dan? Na Denise naar huis gaan, toen mocht ik gaan koken. En ik ben nu in de slaapkamer. Ik ben gevraagd om mee te praten op de radio bij NH Radio, NH Nieuws. Over of er meer salaris in de zorg bij moet. En daar word ik zo over gebeld. En daar kan ik een stukje van mijn mening gaan geven. Dus helemaal leuk. Ik ben heel benieuwd. Ja, we gaan het zo zien. Natasja met Natasja in haar radio. Hallo. Hoi. Hey, je praat even met ons mee in de uitzending. Ik ga jou in de wacht zetten en dan we hebben nu een plaatje. Over een paar minuutjes dan gaan we verder. Helemaal leuk. Oké, tot zo. Hoi, tot hoi. Zo.
Je luistert naar De Peiling op NH Radio. De zorg, daar hebben we het over. Dat manifest van die operatieverpleegkundige uit Alkmaar die we net aan de telefoon hadden. Meer geld, de regeltjes wat minder en de werkdruk omlaag. 088 850 51 52. Dat is het nummer dat je kan bellen als je mee wilt praten. Het is al druk aan de telefoon. Natasja aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat is het belangrijkste uit al die dingen die ik net noemde volgens jou? Wat zou er het snelst moeten gebeuren in de zorg? Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat er meer personeel op afdelingen komt en dat er heel veel bureaucratie uitgaat. Er is heel veel onnodig papierwerk en procedures die heel veel tijd opeisen en heel veel werkdruk veroorzaken, waardoor belangrijke dingen ook blijven liggen. En spreek je uit ervaring? Ja, ik heb er wel een persoonlijke ervaring mee. 2 jaar geleden heeft mijn opa in het ziekenhuis gelegen. Die was toen 83 en herstellende van een operatie. En verder in goede gezondheid. En dat herstel duurt vrij lang. En mijn opa heeft nog steeds een heel goed gebit en die wilde graag zijn tanden poetsen. Maar hij kon zijn tandenborstel niet pakken. Dus wij hebben dat gevraagd aan het zorgend personeel. En toen kreeg ik tot mijn verbazing het antwoord dat dat aangevraagd moest worden. Dan moest er een formulier en dat moest naar een directie. En dat moest dan besproken worden in een teambesluit. En dan kwam daar een besluit over. En dan kon het misschien in de dagbesteding opgenomen worden. Mijn hemel, ja, ik moet erom lachen, maar het is heel treurig natuurlijk. Nou ja, ik ben op dat moment ook echt wel heel kwaad geworden. En heb gezegd van, serieus, er loopt een zuster binnen. Maar opa vraagt zijn tandenborstel, geef hem aan. En ik wil ook niet anders horen, want anders stap ik gewoon simpelweg naar de media. Maar ja. Dit soort dingen maken wel werkdruk. Want hoeveel mensen. Ja, want er is natuurlijk. Omdat het dan een handeling is die niet in het behandelprotocol staat van opa die aan het herstellen is, kennelijk van die operatie. Dus dat is dan extra werk. Ja, elke minuut moet geadministreerd worden en weer gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Dus dan is zoiets simpels als tandenpoetsen helaas geen optie. Werkt het dan zo? Ja, hij kon er niet zelf bij. Dus dan moest dat opgenomen worden, want dat was een handeling. Is het afgelopen? Ja, ik ben heel duidelijk geweest en ik heb ook gezegd, luister, dit gaan we niet doen. Als ik hier morgen weer kom, vraag ik aan mijn opa of hij zijn tandenborstel gewoon gekregen heeft, 2 keer per dag. En dan duld ik geen ander antwoord dan ja. En dat is daardoor uiteindelijk gebeurd. Maar ik denk dat het heel veel mensen ook afschrikt. En, ja. En die daar wel in meegaan. En ik denk dat dat, behalve het salaris, ook wel een heel groot probleem in de zorg is. Die enorme bureaucratie. Ja, dit is een heel mooi praktisch voorbeeld wat je daar geeft, Natasja. Daar dank ik je hartelijk voor. En nu hebben wij snackmoment op de bank. Marco die maakt helemaal bond, want die heeft en noedels en popcorn. En ik heb een hele grote bak popcorn gekregen. En ik had daar zo verschrikkelijke trek in. Tijd geleden dat ik dit heb gegeten. Wij hebben net eerst samen tv gekeken, daarna heb ik nog een stukje van de Sinner gekeken. En nu is het laat en ga ik lekker naar mijn bedje toe. Dus ik wil je uiteraard weer bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. En natuurlijk hoop ik je dan morgen weer te zien. Doei doei!